Het filmmuseum bestaat 60 jaar, dus dat is kort na de oorlog opgericht. En de filmgerelateerde collecties zijn eigenlijk meteen een bestanddeel geworden van de collecties die het filmmuseum verzamelt. En nu is het een affiche tentoonstelling. Zijn er altijd tentoonstellingen geweest? Nee, er zijn periodes geweest waarin de best werd gedaan om een tentoonstelling te realiseren. Maar het gebouw waar we nu in zitten, het Vondelparkpaviljoen, is maar in beperkte mate daarvoor geschikt. Dus er zijn ook periodes geweest dat het achterwege is gelaten. Eigenlijk is in 2003 een nieuwe start gemaakt. Die had te maken met het feit dat de nieuwe directie vond dat we in dit gebouw toch zoveel mogelijk moesten tentoonstellen. Maar ook met het idee dat we eigenlijk een stap aan het maken zijn naar een nieuw gebouw waarin we tentoonstellingen echt veel ruimte gaan geven. Dat gaan we dus doen in Amsterdam-Noord vanaf 2009. Nu is er een affiche tentoonstelling. Wat is zo bijzonder aan deze tentoonstelling? Wat het bijzondere is dat het een tentoonstelling is zonder een thema. Althans, je mag het wel een thema noemen, maar het is een totale diversiteit aan nieuwe aanwinsten over een eerste lustrum van de nieuwe eeuw, zeg maar. In die tijd hebben we gebruikmakend van een hele volledige registratie die we hadden gemaakt daarvoor, hebben we het idee gehad, nou weten we wat we hebben, we weten ook wat we missen. En we gaan gericht verder verzamelen op het gebied van affiches. Daar hebben we veel energie in gestoken en via allerlei methodes, zoals aankoop, ruil en natuurlijk heel veel schenkingen, zijn we gaan kijken waar willen wij graag onze collectie aanvullen. En hoeveel affiches hebben jullie tot nu toe? We hebben, als we alleen de unieke exemplaren tellen, want we hebben vaak meer exemplaren van affiches, dan hebben we zo'n 37.000 affiches op dit moment. Ik heb in dit geval ook juist heel leuk gevonden om dat er geen thema was om dingen naar voren te halen die weinig kans zouden kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar het affiche wat achter je hangt. Dat is een affiche wat gemaakt is als een soort ticket voor een filmfestival is het gemaakt door Andy Warhol. Nou, zo'n thema komt niet zo snel voor. Ons thema is vaak gerelateerd aan een beroemde filmpersoonlijkheid of aan een bepaalde groep films uit een bepaald land. En dan zijn dat meestal ook de tentoonstellingen die je daarbij maakt. Dus dit is een hele vrije tentoonstelling voor het filmmuseum. Een affiche is natuurlijk bij film heel simpel ook bedoeld om veel mensen naar de bioscoop te trekken. Dus heel veel affiches, zeker die je tegenwoordig ziet, laten de titel heel duidelijk zien. Liefst bovenin, zodat je hem ook nog als dvd-hoesje kunt gebruiken. Laten de sterren zien en een opstelling die meestal in Photoshop is samengesteld. En als het kan nog een beetje een spanning daarin gebracht. En dat levert heel vaak standaard affiches op die niet zo heel interessant zijn vanuit het oogpunt van esthetiek of grafische kunst. En dat is een kant waar wij wel ook heel geïnteresseerd in zijn. Dus wij verzamelen eigenlijk beide. We willen documenteren wat er in de Nederlandse bioscoop komt. Dus we gaan die affiches uit Photoshop echt wel verzamelen. En die komen ook op een bepaald moment wel bij een thema aan bod. Maar hier heb ik met name gekeken naar affiches die mooi getekend zijn, die vaak dus ook wat ouder zijn, uit de tijd dat er nog andere technieken werden gebruikt, zoals lithografie, om een affiche te maken. Is er een verschil tussen Nederlandse affiches en buitenlandse affiches uit India of uit Amerika? Ja, er is heel veel verschil. Bijvoorbeeld, we staan hier voor een Amerikaans affiche.
Amerikaanse affiches staan niet bekend als de meest grafische affiches. Maar ik heb er een uitgekozen die toch een beetje dat aspect erin brengt. Iets wat je van een afstand een bepaald beeld in één oogopslag geeft. Maar bij Amerikaanse affiches zie je heel vaak de sterren als eerste afgebeeld. Bij Nederlandse affiches is dat ook wel het geval. Alleen die hebben een minder grote status, de sterren. Dus in Nederland kun je wat meer spelen daarmee. En dan is het afhankelijk van of het voor die film belangrijker is om de sterren te tonen, of voor een andere film belangrijker is om het onderwerp van de film bijvoorbeeld tentoon te stellen. Als je nog affiches hier bekijkt uit de Oostbloklanden die we hier hebben, en dan heb ik het over voor de val van de Berlijnse muur natuurlijk. Toen had je daar een heel andere affichetraditie. Dus daar werd ook grafisch gewerkt met niet herkenbare sterren, maar met een bepaald beeld op een hele gekke manier weergegeven. En dat was een bepaalde vrijheid die kon worden gedaan omdat daar de commerciële druk anders lag. Daar hadden de grote Amerikaanse maatschappij bijvoorbeeld geen macht om hun publiciteit uit te zetten. Na 1989 zie je dan ook dat het heel erg verandert. En dat er dus eigenlijk tegenwoordig steeds eenvormiger affiches worden gemaakt. Dus er is een beetje, het is een beetje een soort manier van verzamelen met een beetje spijt in de ondertoon. Dat een hele hoop unieke kanten van affiche maken ondergesneeuwd zijn geraakt bij het algemene beeld wat tegenwoordig vereist wordt. Maar het blijft leuk om toch te zoeken naar de uitzonderingen. Hier zie je ook een paar Sovjet-affiches uit de jaren 20, wat ook een hele aparte periode was. Het was een avant-gardistische stroming, veel gebaseerd op stromingen zoals constructivisme. En dat is ook eigenlijk, dan zit je dus echt tegen de kunst aan. En dat is ook wat in die tijd nog heel, heel sterk leefde. En dat zijn twee Franse affiches, maar allebei uit een hele verschillende periode. De linkse uit de jaren 30, de rechtse uit de jaren 60. Totaal verschillend. Maar allebei heel krachtig. De een moet het hebben van dat grote ontwerp, waar je die vier en het vliegtuig heel erg uitspringen. Die ander moet het hebben van een heel gewaagd kleurgebruik. Bijna naar het kitscherige toe. En een heel grof filmbeeld eigenlijk. Zoals we heel veel B-films zouden karakteriseren. Met geweld, mannen tegen vrouwen en wapens in beeld, sexy uitstraling. Nou, gewoon heel plat. Ik wil jullie bedanken voor dit interview en veel succes met de tentoonstelling. Dankjewel, graag gedaan.